Dank u, Stijn, uh, voor uw interessante toelichting. Dan kunnen we nu naar de volgende spreker gaan, die ik met veel plezier uh, aankondig. Bart Dingene is uh, iemand waarmee ik in Leuven destijds heel veel heb kunnen en mogen samenwerken. Hij uh, op de uh, kinestherapieafdelingen, ik vanuit de orthopedie, samen ook onze doctoraten uh, gedaan. En die nu is uitgezwermd uh, naar Limburg... Waar hij van afkomstig is en waar hij nu um, een mooie praktijk mee draait, de praktijk Motion to Balance in Genk, waar hij dus fulltime actief is als kinestherapeut, maar ook nog uh, aangesteld is als docent uh, aan de universiteit Hasselt. En dus op die manier ook niet, niet alleen lesgeeft, maar ook nog onderzoek doet. Bart is dé geknipte man om ons te entertainen over uh, de hedendaagse stand van zaken van kruisbandrevalidatie en vooral ook return to play en performance. Aan u het woord, Bart. Dank u wel, Steven. Eerst en vooral ook uh, dank u wel aan de organisatie om vandaag hier te mogen spreken over terugkeer tot sport en naar prestatie toe na uh, majeure kniechirurgie. Ja. Ik ga het niet alleen hebben over de kruisbandnetsels, maar deze aanpak of deze ja, approach kan ook gebruikt worden bij andere kniechirurgieën. Uh, ja. Waar spreken we over? Of wat is eigenlijk het eigenlijk het probleem? Het probleem situeert zich in het feit dat wanneer we terugkeren tot sport, ja, we daarom nog niet direct teruggekeerd zijn tot prestatie. Ja. We weten uit studies zelfs op het allerhoogste voetbalniveau, dat mensen die terugkeren tot sport na bijvoorbeeld een voorse kruisbandnetsel, Um, minder meters afleggen, minder minuten spelen, minder goals scoren, minder gebruikt worden door de trainer en een kortere carrière hebben, ook al zijn ze teruggekeerd tot sport. Hè. Tot, dus daarom is het niet alleen voldoende om te kijken, ja, is iemand teruggekeerd tot sport? Maar om te kijken, presteert die persoon terug? En dat is een, een belangrijke gap of missing link die er de hele dagen toch wel bestaat. Nu, Essentieel is niet alleen de chirurgie, uiteraard die van een hoge kwaliteit moet zijn, maar ook de revalidatie. En daar moeten we even een denk, reality check doen. En dit is totaal geen kritiek, maar een vaststelling die ik nu ook uh, wetenschappelijk heb gedaan. Uh, ik heb vorig jaar een studie uitgevoerd bij de Vlaamse kinesitherapeuten, om te trachten te inventariseren wat nu eigenlijk gedaan wordt bij mensen na bijvoorbeeld een voorste chirurgie tijdens de revalidatie. Jammer genoeg moeten we daar vaststellen dat hetgeen wat een therapeut zou moeten doen, niet in de realiteit gedaan wordt door de meeste therapeuten. Het landschap, de huidige praktijkvoering van de meeste kindertherapeuten is zeer variabel in Vlaanderen. Ja, niet alleen in Vlaanderen trouwens, ook internationaal. Er worden zeer weinig criteria gebruikt, zeer weinig testings, objectieve testings gebruikt. En uh, dat leidt er dus toe dat, dat, dat we niet, misschien niet zo verbaasd moeten zijn dat de resultaten niet zo optimaal zijn. Zowel naar terugkeer tot sport, herval als prestatie toe. Nu, ik ga niet het negatief zijn vandaag, ik ga vooral proberen te zeggen wat we wel beter kunnen doen, uiteraard. En waar je mee start, is het einde in je achterhoofd hebben. Als jij een bepaald baseline-niveau hebt met die patiënt, moet je in je achterhoofd hebben waarnaar je toe wil werken. Als je toe wil werken naar voetbal en naar een atletisch niveau, moet je weten wat dat atletisch niveau inhoudt. Ja? Je moet de, wat wij noemen in het Engels de athletic requirements kennen, de vereisten kennen van de sport. We spreken over voetbal, zijn het andere vereisten dan uiteraard het fietsen of het volleyballen of het hardlopen. Hè? Dus we moeten specifiek voor elk individu de specifieke vereisten kennen. En dan komen we vooral toe tot biomechanische vereisten, wat heb ik nodig naar spierwerking, naar impact toe, naar kinetische keten interactie toe binnen de uh, onderste extremiteit, wat heb ik nodig om daar goed te kunnen functioneren, om die beweging ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dat is een essentiële vraag, waarin we naartoe moeten werken, stap voor stap, doorheen het revalidatieproces. Ik tracht hier vandaag enkele zaken te, te formuleren die we beter kunnen doen, en de eerste, het eerste is uh, een optimalisatie van de neuromusculaire performance. Ja. We weten dat over het algemeen de meeste patiënten, ook al zijn ze teruggekeerd tot sport, um, onvoldoende spierkracht hebben. En dat komt voornamelijk omdat wij als kinetherapeuten de meeste patiënten onderloden, niet zwaar genoeg trainen, waardoor ze niet goed genoeg voorbereid zijn op de specifieke vereisten van de sport. Daardoor overbelast geraken als ze toch terug gaan sporten. En dat allemaal samen kan dus leiden tot, tot uh, ja, minder goede uitkomsten, zowel naar sporttoeverval als naar patiënttevredenheid toe. En zoals ik zei, spierkracht is, het, is een essentieel punt. Bij de meeste kniechirurgie die we kennen, is het meest essentiële uh, deficit wat we zien een quadricepskrachtdeficit. Ook al is men teruggekeerd tot sport. Naar revalidatie toe weten we dat dat een essentieel punt is, zelfs vanaf het begin toe, dat we trachten zo geïsoleerd mogelijk eerst spierkrachten te verbeteren, alvorens we naar meer gecompliceerde bewegingen toe gaan. Er zijn verschillende trainingsmodaliteiten die, die kunnen toegepast worden. Meer knie-dominant gaan trainen, blood flow restriction training gaan toepassen, zelfs in de, in de beginfases van de revalidatie, elektrostimulatie toepassen, uh, whole body vibration therapy zijn modaliteiten die aangetoond zijn helpend te zijn naar um, winst toe, evenals het trainen van het niet-geopereerde been na een ipsilaterale chirurgie. Ja. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen dat een patiënt typisch geonderbelast wordt. En daarnaast is het niet alleen belangrijk, als we in het achterhoofd hebben teruggekeerd naar voetbal, alleen te gaan kijken naar maximale kracht, maar ook te gaan kijken en trainen over heel het wat wij noemen het force-velocity-profile van de atleet, dus, niet alleen naar trage zware activiteiten gaan trainen of gaan voorbereiden, maar ook naar deceleratiecapaciteit te gaan uh, trainen, naar acceleratiecapaciteit te gaan trainen en het hele uh, force velocity profile in feite te gaan optimaliseren. Opnieuw, dit wordt meestal niet gedaan en meestal wordt alleen maar traag en meestal ook te licht zelfs nog getraind. Dus in feite is je revalidatieproces een continue opvolging of samenwerking tussen je testing wat je doet, je doelstellingen die je maakt en de training die je dan gaat uitvoeren op basis van die doelstellingen. Ja. Wanneer je geen duidelijke doelstellingen kan form formuleren, is per definitie je training ook minder effectief en zal je ook niet in staat zijn om de einddoelstellingen van je patiënt, namelijk terugkeer tot sport en prestatie, uh, succesvol te kunnen gaan bewerkstelligen. Ja. Dus testing op regelmatige basis, niet alleen op het einde van de revalidatie, is essentieel om goede doelen te kunnen stellen en om je training vorm te geven. Een tweede aspect is bewegingskwaliteit. We weten dat er residuele deficieten zijn, zowel uh, tussen de benen, ja, waarbij meestal niet geopereerde been zwaarder belast wordt en er een soort van ontlasting bestaat of onderbelasting van het geopereerde been. Ja. En we weten ook dat er binnen het been zelf en binnen de hele keten een typisch patroon bestaat waarbij de knie in het sagittale vlak opnieuw vermeden wordt naar flexiebelasting toe. Een typisch patroon is hier, zoals je op deze figuur ziet, het verschil tussen de rechterknie en de linkerknie bij een éénbenige landing, waarbij de romp meer naar voren gebracht wordt, de knie meer in extensie gehouden wordt, om zodoende het externe knieflexie te verminderen. Daarbij is het niet alleen belangrijk naar lineaire bewegingen te gaan kijken, maar ook naar multidirectionele bewegingen. Ik spreek dan over sprinten, over uh, cutting de hele biomechanica die we goed moeten kennen, moeten begrijpen, om ze uiteraard dan pas te kunnen gaan verbeteren. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld een atleet met een uh, kraakbalnetsel in, in de voorgeschiedenis, die bij zijn push-off, bij de sprint, niet in staat is om volledig te, uh, uit te duwen en daardoor ook lager in zijn swingfase zal komen met zijn andere been. Hè. Dus wat we gaan doen, is niet alleen de neuromusculaire performance gaan verbeteren, maar ook de juiste woorden, de juiste coaching gaan gebruiken om uiteindelijk um, op basis van onze, onze biomechanische analyse je performance en je motorisch leren te gaan verbeteren tijdens het bewegen. Dat is ook een stap die dikwijls gemist wordt, waarbij vaak uh, de kennis niet aanwezig is of de kunde niet aanwezig is om vanuit die remediëring de juiste coaching te gaan toepassen. Los daarvan moeten we uiteraard, als we voetbal in het achterhoofd hebben, gaan denken naar, naar waar wil ik werken. Ik wil niet naar verwachte bewegingen werken, ik wil naar ongeplande, complexe, multidirectionele bewegingen werken, waarbij je dat ook kan integreren in je uh, revalidatieoefeningen, het cognitieve betrekken en het visuele betrekken, omdat dat duidelijk interactie heeft met je motorische output. Uiteindelijk willen we naar open bewegingstaken gaan, in een veranderende omgeving, we willen variatie toepassen, progressie we willen de patiënt uitdagen en we willen natuurlijk het, uh, het zo maken voor de patiënt dat het een uitdaging is die ook plezierig is voor de patiënt, hè? zeker wanneer we met lange revalidaties te maken hebben. Dus vanuit wetenschap weten we dat de knie niet zomaar een geïsoleerd segment is. De knie hangt samen met je andere gewrichten, uiteraard binnen de onderste extremiteit, maar ook met de romp. En bovendien weten we dat in het sensorimotor systeem wat ik nu even de brain uh, hier benoem, dat daar ook een belangrijke link uh, weggelegd is, met name wanneer we gaan uh, pressie maken naar meer open omgevingen in zeer veranderende omstandigheden. Ja. ACL-letsels, ligamentaire zware letsels, gebeuren niet in zeer verwachte omstandigheden, gebeuren in zeer onverwachte omstandigheden waarbij je dat leedstje moet aanpassen aan de omgeving. Los daarvan, ook al hebben we een goede neurosecuraire performance, een goede bewegingskwaliteit, zelfs in open omgevingen, is het belangrijk dat er een voldoende aandacht wordt geschonken aan de opbouw van sportspecifieke trainingen en fysiek uh, conditioneringswerk. Dus een opbouw van je workload tijdens je revalidatieproces. Ja. Dit gebeurt niet alleen uh, indoor in je revalidatiezaal, maar ook op het veld. On-field rehab is typisch iets wat we missen of wat ook veel te weinig gedaan wordt, en is een zeer belangrijke link tussen je revalidatie tra traject en uiteindelijk return to sport en return to performance. We weten dat elke training die je meer op het veld hebt gestaan, het risico om opnieuw net zo te krijgen na een lange revalidatie uh, vermindert. Hè. Dus het is essentieel om daar een, een goede progressie in te maken en samen te werken met de coaches, uh, met de eventuele performance trainers en dergelijke, indien deze beschikbaar zijn. De workload, de belasting, moet uiteraard ook uh, gelinkt zijn aan de uiteindelijke uh, vereisten van de sport. Dus ken je sport, begin met het einde in je achterhoofd en weet waarvoor je je uiteindelijk moet gaan voorbereiden. Anders kan je misschien wel goede kracht- en bewegingskwaliteit hebben, maar je hebt er niets aan als je patiënt na 10 minuten op het veld al in het rood moet gaan en je totaal niet voorbereid bent op de vereisten van de specifieke sport. Dus het is belangrijk natuurlijk de sport te kennen, ook vanuit cardiovasculair standpunt naar aerobe capaciteit te kijken, naar anaerobe capaciteit te kijken en te evalueren. Ja. Nu, ik krijg vaak de vraag: van, Oké, okay Bart, je, je vertelt hier heel interessante zaken, maar hoe moet ik nu klinisch aan de slag? Hè? En uh, wanneer ga je een keertje een boek schrijven of wanneer ga je een keertje een compleet werk formuleren hoe we nu aan de slag moeten gaan? Wel, ik heb daar uh, voorbij anderhalf jaar. Um, Heel hard aan gewerkt. Dit is het uiteindelijke resultaat. Uh, dit is een online cursus die ik uh, ontwikkeld heb, die dus online te verkrijgen is via deze link. Uh, de meest uitgebreide uh, studie of gids die er op dit moment wereldwijd bestaat. Meer dan 40 uren interactieve inhoud over revalidatie, over uh, testing, over criteria die je kan gebruiken. Uh, Continu geüpdate, levenslang toegang. Uh, wanneer je, ja, en je kan dus eigenlijk gebruik maken van dat platform wanneer je wil, waar je wil. Uh, zeker in deze coronatijden een, een, een heel handige tool om je praktijkvoeren te gaan verbeteren. Hè. Wanneer je geïnteresseerd bent in dit verhaal, uh, kan je mij een mail sturen naar dit uh, e-mailadres en krijg je ook een kortingscode uh, die je kan gebruiken bij wanneer je deze cursus eventueel zou willen gaan uh, aankopen. Nu, los daarvan zou ik mijn, mijn lezing willen samenvatten en toch even de nadruk willen leggen dat we als kinestrapeuten, maar ook als orthopedische chirurg onszelf altijd in vraag moeten stellen. Wat kan ik beter doen? Uh, hoe kan ik beter doen? Wat ik vandaag doe, is misschien niet goed genoeg morgen. En vanuit dat standpunt moeten we, denk ik, samen gaan werken en trachten naar oplossingen te zoeken. Niet alleen de problemen gaan formuleren, maar echt naar oplossingen gaan zoeken hoe we uh, morgen in de praktijk beter kunnen gaan doen. Ja. En het kan alleen maar door samen te gaan werken, niet door elkaar uh, de zwarte piet toe te schuiven, maar door samen te werken een overleg te gaan, net zoals we vandaag hier weer een mooie dag hebben waarbij we kennis gaan delen met elkaar en op deze manier dus onze praktijkvoering uh, vorm te geven. Maar over het algemeen moeten we dus wel zo uh, uh, toegeven, over het algemeen, dat de huidige praktijkvoering vaak tekortschiet en in kwaliteit niet voldoende is om. Te voldoen aan de vereisten waaraan we deze patiënten blootstellen uh, en het belangrijkste is daarbij dat we niet gaan spelen met de carrière van, van sporters dus ja. onze verantwoordelijkheid om die mensen zich daar op een goede manier daarop voor te bereiden en uh, daar spreek, spelen wij als team een heel belangrijke rol in ik dank u voor uw aandacht dank u Bart uh, super interessante lezing zoals altijd Um, dan denk ik dat het nu uh, tijd is om deze laatste lezingen... Uh